CQ14, CQ14, is daar nog iemand staande bij? Dit is de illegale Joop, op zijn bakkie, luister, raak en blij. Vroeger waren het veel mensen die thuis zo'n bakkie in de volksmond. Dat is eigenlijk 7DMC, 7DM Megazender. Maar de grootste klant is nog steeds de vrachtwagenchauffeur en opkopend is wel de 4x4 offroader. Marcel van Wanrooy verkoopt ze niet alleen, hij gebruikt ze zelf ook, al jaren. Het is zelfs zo erg dat hij zijn elektronica winkel vernoemd heeft naar zo'n bakkie bijnaam. Ja, dat was vroeger was dat Boris en ik repareerde toen heel veel bakkies op mijn zolderkamertje. En ik dacht, nou, noem ik die zaak ook zo, want dan hebben we al een beetje naamsbekendheid. En sindsdien is die verknocht aan het bakkie. Want ook vandaag de dag is het apparaatje niet meer weg te denken uit zijn leven. Ik heb ook diverse jeeps en in iedere jeep zit er steeds een bakkie. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar mogen we eens even proberen in de jeep? Ja, dat is goed. Dan hebben we even een rondje in een bakkie doen. Ja, dat is goed, doen we. Hey Joop, luister eens, we hebben een breker op de lijn. Hij laat er eens uit. Marcel, als ik het goed begrijp, jouw vrouw heeft ook een jeep en dat is deze jeep. Ja, we gaan vaak samen op vakantie en dan communiceren we op deze manier. Is dat goed voor de relatie, zo'n bakkie? Ja, maar je kunt hem ook afzetten, hè? Dus voor ieder stel met relatieproblemen, snel een bakkie halen.